Geen, ze wil een pootje geven, dankjewel schat. Dit is een nieuw speeltje. Even ligt lekker te slapen. Ja, en dat is onze Samantha. Niet in het licht kijken, kijk er maar lang, Samantha. Dat is Samantha. Ja, hallo lieve vrienden, een hele goede middag. We zijn op zondag 8 maart aanbeland. En we leven om 12:47. Ik zit nog even een broodje te eten. Dieren hebben allemaal al eten gehad. Ik ben later beneden dan het zou, maar er was er eentje die stond bij me in de douche. Was aan mij gaan het opmaken. Maar toen moest ik wel even stoppen. Want Rijka die was het overgeven. Alleen kan blij dat hij in de douche was. En ze had vanochtend al eerder overgegeven. En toen lag ze onder mijn dekbed. Een voet en ik zeg, yeah! En ik heb het er zo weer uitgekeild. Dat de boel daar toen weer ook schoongemaakt. Maar dan stond ze in de douche en dat kon gelijk mooi wegspoelen. Maar het was een en al gal. Dus ja, wat er aan de hand is met het beestje, ik weet het even niet. Ja, en ik heb er ook geen gras zien eten vannacht. Want ja, dan is het natuurlijk donker. Vooral in de schaduw van de bomen. Maar als het daar aan het struinen is, zie je het niet. Ja, nou kreeg ik de telefoon van Ruud, die komt om 1:30. Ik zei, jaartje, maar je hebt kans dat ik even nog met Rijka aan het lopen ben. Ik zei, dan ga je me zitten aan de picknicktafel, simpel. Want omdat ik nou nog aan het eten ben, want ja, als er eentje overgeeft, je moet het wel weer schoonmaken. Ik heb moeilijk laten leggen, toch? Hé? Dat ik heb er droogvoer gegeven, ik heb ontbijtkoek gegeven. Ik denk dat ik krijg ze een bodem ook. En ik had nog wat toastjes, droge toast. Nou ja, biscuit, toast, dat is allemaal één pot hetzelfde. Daar krijgt ze weer een bodem van en ze vinden het toch lekker ook. Dus ik denk, ja, ik geef dat maar. Nou, ze zijn een halve bak vol. Hé, Rijka. Rijka. Hoi meisje. Hoi meisje. Nou, en daar staat er eten die keer weg. Dus ze maakt er een puin op van eromheen. Maar ja, ik krijg er nog een hond erbij vanmiddag. Dus ik doe er ook niks aan. Nee. Bibi komt ook mee, dus ja. Dan bekijken ze het maar hoor, ga ik niks aan doen. En morgen toch weer, zoals ik nu weet, komt Rebecca weer. Dus, komt allemaal goed. Maar in ieder geval, als Ruud natuurlijk er is, ja, dan vlog ik ook weer, simpel. En dan zal ik ook de twee hondjes even weer vloggen. Leuk, de twee vriendinnetjes bij elkaar, hartstikke leuk. Nou, lieve vrienden, geniet ze. Het is zondagmiddag, schijnt de zon niet, dan weet je zelf maar het zonnetje. Hier is ze huilerig bezig. Je ziet schaduw, maar je ziet nog niet echt zon. Maar ja, wie weet, komt dat nog, hè? Ja, dus het is nog een lange middag. Ja, net 10:50, zeg maar. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot strakjes. Doei! Ja, lieve vrienden, en Rijka heeft een nieuw speelgoedje gekregen. Ze wil een pootje geven, dankjewel, schat. Dit is een nieuw speeltje. Ewen ligt lekker te slapen. Karin die hebben we aan de telefoon. Ruud die zit daar. En hier hebben we dan het vriendinnetje van Rijka. Bibi. Bibi hè? Ja, is Bibi hè? Ja, en daar hebben we meneertje Kandel zitten. Hé? Meneertje Kandalf is ook binnen, hè? Ja. Een mevrouw, hè? Nou, en ik ben met koffie en thee bezig. Ook dat nog. En jij bent nieuwsgierig, hè, Bibi? Ja. Oeh, bliksem. Oei, 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 oei. Nou, mag ik er even bij? Dank u wel. En dan gaan we eventjes koffie inschenken.
En water inschenken voor Ruud, want die drinkt thee. Ja. Lust jij geen koffie, Ruud? Ik heb geen koffie. Hé, sorry? Ik heb al genoeg koffie op. Heb je, dus je lust het wel, maar je, ja. Ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Ik heb een kennis, ik drink 24 bakken koffie per dag. Nou, lekker toch? Zo. Van thee krijg je rood haar van. Kijk. Oh. Even koffie bruin. Zo, nou. Dus ja, we zitten hier met z'n allen lekker gezellig te keuvelen, of niet dan, Ruud? Ja, ja hè? Hier is al Ruud. En Karin tegen de honden, move. Dus ja. Bibi. Komt allemaal goed. Ja, Bibi die is in de keuken. Mag allemaal. Ja. Doe maar, meisje. Ga maar lekker eten. Oh, ja, ik kijk. Hé, ga maar lekker eten, of schat. Dankjewel. Ja. Laat het je smaken. Oh. En die vindt het goed. Ja. Had Frodo niet moeten zijn, want die had het niet goed gevonden. Nee. Maar oké, lieve vriend, ik zou zeggen, tot later maar weer. Doei! Nou, zo lieve vrienden. Ik kreeg nog meer visite. Mijn liefhebbende broertje. Oh, ik zie wat. Daar ben ik niet mee blij. Nee, hoe doen we dan? Je mag niet scheef van mijn mannetje inschreven. Ja, mag niet. Oh. En dat is mijn mobiel. Komt ook een bericht op binnen. Ja. Ja, dat weet ik niet. Kijk ik zo wel naar. Maar in ieder geval, Ruud die is bezig zijn klaar te maken om weer weg te gaan. Deze dame die gaat ook mee. Om gelijk reken uit te laten. En er zit er nog eentje klaar. Die zetten we vervast van buiten neer. Ja, ja. He? Dag Kanaf, tot straks. Dus ja, druk. Ja. Gezellig. Leuk. Ja, wat nog meer? Tijd voor komen, tijd voor gaan. Wie wat? Tijd voor komen en tijd voor gaan. Zo is dat, ja. Tijd voor komen en tijd voor gaan. Dus ja, ik zeg lieve vrienden, ik zou zeggen tot straks maar weer. Doei! Ja, nou, lieve vrienden, hebben we weer visite. En Ewen die zit dus bij eentje op schoot. Ja, en dat is onze Samantha. Niet in het licht kijken, kijken maar lang, Samantha. Dat is Samantha en dat is wel ons bruidsmeisje, moet ik zeggen, geweest. In die prachtige, mooie, rode jurk. Ik heb de jurk nog steeds. Mooi. En ja, dat was toen met de huwelijksinzegening. Die gewoon thuis werd gehouden. En het is de dochter van onze liefhebbende Wilma. Yeah! En daar hebben we onze Rijka natuurlijk in. Ja. En die denkt ook bij zichzelf. Alweer visite. Het blijft druk. Vrouwtje zou vanavond aan het werk. Die zou even een film in elkaar zetten. Ja. Morgen kan het ook al niet, morgen ook alweer een drukke dag. Dag Wilma. Hoi. Hoe gaat het, schat? Ken beter, ja. Het kan altijd 1000 euro beter. En ik weet wat je bedoelt, en dat weten de vloggers ook, dat pa er niet meer is. Maar ja. Er is daar ook een leven, en ze zijn al bij elkaar. Of niet? Ja, als je daarin gelooft. Ja, nou ja, ik geloof er stellig in. Ja, dat ben je jaloers? Zij jaloers? Nee hoor. Hoe kom je erbij? Ze houden gewoon van elkaar. Ze leggen ook samen met elkaar op bed. Hé? Rijka? Rijka? Koek, koek. Hallo. Hier, je bal. Nou, ze had geen zin. Dus we hebben pech. Rijka is weg. Woehoe. Rijka. Koekeboe. Piekeboe. Nou, ze heeft geen zin. Kan er niks aan doen. Nee, helemaal niks.
Maar ja, sta ik in beeld? Ja, hè? Mm-hmm, ja. Ja, dacht ik al. Maar in ieder geval, lieve vriend, ik zou zeggen gewoon een hele fijne, gezellige, liefdevolle avond. En tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, het is 20:31. Wilma en Samantha die zijn net de deur uit. Ik had nog niet gegeten. Ik zou eigenlijk net mijn eten op gaan warmen, maar het is me nou te laat om dat nog te gaan doen. En er ook geen zin meer in. Ik heb even 2 broodjes klaargemaakt met een bakje koffie erbij. Want ik heb meer te doen dan niks. Ik moet nog een vlog in elkaar zetten. Ik heb Facebook nog. Wanneer kom ik aan mezelf toe? Ja, morgen heb ik er ook alweer geen tijd voor, want ik moet morgen boodschappen doen. Ik moet morgen komt waarschijnlijk Rebecca, maar dat weet ik ook niet zeker. Als ze al niet komt, dan weet ik ook niet wie er wel komt. En wanneer die komt, dat weet ik allemaal niet. Maar morgenmiddag om 4:00 komt ook Ruud weer met Bibi. Dus ja, ik niet weten. Maar het was wel maar weer het drukke dagje. Ja, eerst kwam dus Ruud met Bibi. Toen kwam mijn broer. Ik was weer thuis. En ik had de dieren net eten gegeven. En ik zou net eigenlijk voor mezelf gaan zorgen. Ik wou eerst een bak koffie maken en dan mijn eten opwarmen. En toen zie ik dat Rijka alert werd op een geluid wat ik nog zelf niet had gehoord. Dus die draaide kopje om en ik zei, ja, wat is er? Scheiden, joh. Was het wel mijn Samantha die binnenkwamen op het terras. Dus ja, oké, het was even goed wel gezellig hoor, daar niet van. Maar ze zijn ook niet zo lang geweest. Ze hebben ook maar allebei 1 beker thee gehad. Dus ja, niet noemenswaardig. Maar ze waren hier in de buurt. Ze hadden even McDonald's gepakt. Nou, je moet kunnen. Met z'n 2 moeder en dochter. Ja, moet allemaal kunnen. Dus ja, toen zei ze, Samantha, wil je daar en daar nog naartoe? Ja, laat het maar even doen. Nou, toen kwamen ze dus hier naartoe. Dus ja, zo van die doen, hè? Weer visite. Nou, en dan begon Rijke alweer op de achterpootjes te staan met de voorpootjes over de rugleuning van de bank heen. Ja, ik zei niet weer eventjes door. Ik zei, dat trek ik niet meer. Ik wil de rust hebben nou. Dan hebben we telefoon, dus ik hou, ik zou zeggen, ja. Even opnemen, hè. Ja, hallo. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Nou, dan zal ik even afsluiten met jullie daar aan de andere kant van het schermpje. En ik zou zeggen, geniet van jullie avond. Geniet van elkaar en met elkaar. Voor later wel rusten en lekker slapen. En morgen gezond weer op. En tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, doei doei!